It's number one. Ja. Goedemiddag allemaal, welkom op de Berkt. De Berkt is een Oost-Tappengroep, een klein zwemparadijs, maar wel een heel mooi zwemparadijs en ideaal voor kinderen. Het is voormalig circuit geweest hier, in 1990 is het omgebouwd tot een camping, een aparte keuze. Ik weet niet hoe ze erbij gekomen zijn, leuk feitje, maar we gaan nu gewoon lekker plezier maken. De kinderen hebben er zin in, die staan wat te popelen, dus we gaan tempo maken. Kom jongens, we gaan! De ingang ziet er in elk geval al prachtig uit, zoals het kasteel hierin werkt. Dat is een echte ridder. Dat is een echte ridder. Het speelterrein voor vandaag. Er is nog best wat te doen in een kleine bad. Welkom in het zwemparadijs. We starten vandaag in de kinderpark. Dat er al heel leuk en verzorgd uitziet. Nou, ze hebben vast een heel leuk kinderbad. We gaan naar boven. Gaan we het schip op. Ziet er netjes en verzorgd uit. Hey! En dan had de emmer op te glijden aan. Kom maar. Ja. Ga maar zitten. En wat goed dat het allemaal zacht materiaal is dit. Ga maar zitten. Yo! Daar komt de kleine slachtoffer. Kom maar, Jalicia. Kom maar, ga maar lekker glijden. Een beetje vol. Ga maar, Jaden. Wat is het ook een vreselijke man. We gaan ook voor de superrijver, yeah! Zo, dan gaan we naar het grote bad, hè jong. Oeh, dat is koud water. Kom maar. 25 meter bad die verlaagd is, dus dat begint ondiep en dan wordt alles alsmaar dieper en dieper. En daarboven hangt nog een waterglijbaan. Helemaal een ridderstijl hier. En daar komen de kindjes. Dit is Alicia. Gaan ze die weggooien, blijf ze gewoon drijven. Let maar op. Goed zo! Zelfs de steunpilaren zijn hier weggewerkt. Mooi gemaakt. Captain Sparrow. Ja, verder is geen golfslagbad. Dus we gaan gewoon een waterglijbaan af. Hé, hey, pas op. Rustig aan. Geen idee welk merk die is. In 2004 een boerglijbaan zien we. Lengte staat er niet op. Maar hij is geen lange. En er is ook weinig eer op te behalen. Nou, er zit dus niks in een baantje. Een bochtje naar links, een bochtje naar rechts. Niet scherp en dan gewoon uitglijden eronder. Voor de kleine kinderen. Het is een heel mooi getiende waterglijbaan zo, in de vorm van een draak. En ridder tijd kloppen precies. Kom maar, ja. Goed zo. Aparte skim-out zo. Dit is een normale skim-out, maar hier zitten dan de uitgang voor het water. En dan stroomt dan zo de 25 meter bad in.
apart gemaakt. En ze hebben hier nog een normale sauna en een Turks stoombad. Dit is een Turks stoombad. Ja, iets warm. Nou, kan je gewoon zitten. Goedemiddag. Oh, dit. En weer naar buiten. In het bubbelbad. En uiteraard hebben ze nog een bubbelbad. Kom drijven. Kom, laat je maar hangen. Kom. Wees niet bang, Jaden. Dat is ze. Oké, wat jullie zijn, ik krijg een hartje. Kijk, Celisa durft het wel. En waar wil jij naartoe gaan? Kleine deugd niet. Kom, in het bad blijven. Ook hier is het mooi afgedecoreerd. Mooi geschilderd. Zo, naar de waterglijbaan gaan we naar de gekke slotgracht. Misschien wat leukste. 1987 gebouwd. Staat hier al een hele tijd. Bouwer onbekend. We starten hier met een kleine glijbaan. Je kan dus ook met de band er vanaf, dan kan je glijden. Dan glij je zo naar beneden. En dan kan je zo die slotgracht in. Leuk bedacht zo. En zelfs de ramen zijn hier leuk gedecoreerd. Het enige nadeel hier is dat het water best koud is voor de kinderen. Maar voor mij is het lekker water. Leuk, Jason. Grappig, hè? Een soort lazy river is het. Het is best een sterke stroomversnelling waar je met de band op kan. En dan ga je gewoon rond. Erg grappig. Een soort lazy river. Nou, er zit best wel een sterke stroom in. Ik hang er gewoon aan met twee kinderen. En het duwt me gewoon weer uit. Hé, hey, dan gaan we nog een rondje. Leuk dit! Nou, de Berkt is een heel leuk zwembad. Voor de Oostappengroep erg schoon, erg mooi, erg goed onderhouden. Dat ben ik niet van ze gewend. En voor kinderen ideaal. Maar dan moet ik wel zeggen, tot de jaren 6, maar daarna wordt het heel erg saai. Dus voor ons als jonge gezinnen een heel leuk bad om te bezoeken. We gaan naar voor ons zwembad. Ik sta gewoon goed in de weg.